Beste collega's, we bevinden ons in gekke tijden. Het coronavirus was tot voor kort een onbekend woord. En inmiddels bepaalt het coronavirus het ritme van onze samenleving. En daarmee ook het ritme van ons ziekenhuis. Niet eerder maakten we in Nederland zoiets mee. We bereiden ons voor op een grote stroom patiënten, zonder precies te weten wat er gaat gebeuren en hoe lang deze situatie gaat duren. En daarmee staan we voor een grote opgave. De komende periode wordt er dan ook een enorm appel op je gedaan. Op je creativiteit en flexibiliteit, om ondanks alle hectiek scherp en helder te blijven denken. Deze situatie laat ook zien dat we elkaar nodig hebben. En ik ben er trots op wat we laten zien, wat we in korte tijd samen kunnen. Een 7e etage gereed maken voor coronapatiënten en een corona-hub inrichten. Een prachtig statische samenwerking. We staan er samen voor, als HAGA en samen met onze partners in de regio. Wij staan voor een uitdaging en het wordt spannend. Er volgt een piek en vervolgens een langere belasting op onze zorgverlening. En ik doe heel graag een beroep op jullie inzet, jullie creativiteit en flexibiliteit. Ik doe een beroep op goede samenwerking, goede onderlinge afstemming, waarbij het belangrijk is dat de opdrachten zorgvuldig worden opgevolgd. Het is echt nodig om te voorkomen dat we losse onderdelen worden, terwijl we juist een geoliede machine zouden moeten zijn en moeten blijven. Ook onze veiligheid is belangrijk. Veiligheid voor jezelf, veiligheid voor je collega's en veiligheid voor onze patiënten. Zorg er daarom voor dat je goed kennis neemt van de richtlijnen en de protocollen en weet dat er voldoende beschermingsmiddelen aanwezig zijn. We doen er echt alles aan dat je hier veilig kunt werken. Het is mooi om te zien, en ik ben heel trots op, dat in deze crisis het mooiste in medewerkers wordt losgemaakt. Dat er grote inzet en bereidheid is tot extra werken en dat ons zorghart gezond klopt. We zijn aan een marathon begonnen en dat betekent dat we elkaar heel moeten houden. Heb dus oog voor de ander en let een beetje op elkaar. Zodat we als HAGA langdurig het beste van onszelf kunnen blijven geven aan al die patiënten die vol vertrouwen hun beroep op ons doen. En ik spreek ook namens het stafbestuur als ik zeg, wij gaan deze marathon uitlopen. Samen. Ik ben trots op jullie dat jullie er iedere dag weer staan. Ik wens jullie en je dierbaren sterkte en veel positieve energie toe. Dit kunnen wij. Hoofd koel, hart warm.